een programma met alleen maar werken van Mozart? Is dat niet een beetje saai? Nee, eigenlijk niet. Want u krijgt in één avond een heel kleurrijk beeld van de componist Wolfgang Amadeus Mozart. Wij spelen bijvoorbeeld een vroege en een late symfonie. De vroege symfonie schreef Mozart toen hij nog maar 16 jaar oud was. En de late symfonie is de bekende symfonie nummer 40 in G mineur. En daarnaast spelen we nog een serenata voor strijkers en een van zijn allerlaatste werken, het klarinetconcert. Dit concert staat onder leiding van Julia Jones. Zij is al vaker bij het orkest geweest en ik ben blij dat ze ook dit concert gaat leiden. Tijdens de repetities gaat ze altijd heel grondig te werk en haalt ze echt het onderste uit de kan. Het zal sowieso een speciale avond worden. Onze collega klarinetist André Kerver gaat afscheid nemen van het orkest. André Kerver was jarenlang solo-klarinetist bij het Orkest van het Oosten. En dit zal zijn laatste concert bij het orkest zijn. Het tweede deel van het klarinetconcert van Mozart, dat is zo prachtig geschreven. Een betoverende melodie, waarbij een hele zaal vol met mensen ademloos zit te luisteren. Daar wilt u toch ook bij zijn? Kom luisteren op 10 maart in Enschede, 12 maart in Zwolle of 19 maart in Steenwijk.